Goeiedag. Prachtig mooi winters beeld gemaakt bij een uiterwaarde, die ondergelopen is en nu bevroren. En dan kan je prima schaatsen. Ja, Natuurijs is er op veel plaatsen ontstaan. Afgelopen nacht was het weer zeer koud. Met minima die richting de min 10 gingen. Het koudste in het uiterste oosten, daar werd het min 9,8. Maar inmiddels is die temperatuur aan het oplopen. In het noorden is de vorst al verdwenen. In het midden is dat nu gaande. En ook in het zuiden zal de vorst toch wel gaan verdwijnen. En dat komt omdat er met een noordelijke stroming zachtere lucht onze kant op komt. En dat niet alleen. Ook wolkenvelden. Die wolkenvelden waren deze ochtend mooi te zien in Almere. Dit is dat wolkenbandje wat vanuit het noorden naar het zuiden over het land trekt. En als het ware het gordijn dicht trekt. En dat betekent ook dat de zon eigenlijk helemaal geen ruimte meer krijgt in de loop van de dag in het zuiden. Want ook daar gaat die bewolking aankomen. Hier zien we dat wolkendek wat zo binnenschuift. Ja, een ander weerbeeld de komende dagen. Het is gedaan met dat stralende zonnige winterweer... met die lage temperaturen, want bewolking krijgt de overhand. En dat komt dus omdat die windrichting is veranderd... van noordoost naar noord tot noordwest en later misschien ook west. Dit hoge drukgebied zorgt er nog wel voor... dat die bewolking niet al te dik is... en dat het eigenlijk alleen blij bewolking blijft. De neerslagkansen die zijn nog klein... maar dat hoge drukgebied trekt zich wel terug richting de oceaan... en dan kan het allemaal wat onstabieler gaan worden... Worden. En dat zien we dan ook gebeuren. In de loop van het weekeinde neemt de kans op buien toe. En ook op maandag kunnen er een paar forse winterse buien over gaan trekken. Later in de week is het nog allemaal heel ver weg. Dan neemt de onzekerheid natuurlijk enorm toe. Maar kunnen we ook nog te maken gaan krijgen met winterse prikkelen. Als vanuit het zuiden een storing dichterbij gaat komen. En misschien ook wel Nederland gaat passeren. Daar zit nog wel veel onzekerheid in. Maar aan de voorzijde van die storing. Ja, dan kan wel enige tijd sneeuw vallen. Maar nogmaals, het is de vraag of die echt over Nederland gaat trekken. Of dat die zuidelijker blijft en richting Duitsland gaat trekken. Dat moeten we gewoon nog maar eventjes allemaal afwachten. Wat wel vrij zeker is, dat is dat het vannacht bewolkt is en in het noordoosten en oosten misschien ook echt wel mistig bij temperaturen onder het vriespunt, want het vriest nog steeds wel 1 of 2 graden. In het westen ligt die temperatuur wat hoger. En u kunt zich voorstellen met mist, maar ook met condensatie die gaande is, omdat die lucht steeds vochtiger wordt, kan het hier en daar wel glad worden op wegen die niet gestrooid zijn, ook op stoepen is dat goed mogelijk. Dan moet u echt wel mee houden. Ook morgenochtend vroeg. En verder morgen een bewolkte en grijze dag in het noorden. Misschien nog wel lang mistig bij temperaturen boven nul. Het wordt zo'n 1 tot 3 graden in het binnenland. In het westen van het land 4, 5 graden. En die wind die waait uit noordelijke richtingen of uit het noordwesten. En dan gaan we op termijn kijken wat die temperatuur in het weekeinde gaat doen. Dan blijft die boven nul, zoals het er nu naar uitziet. Dus dan gaat het ook echt dooien. Natuurijs, dat wordt steeds minder. Begin volgende week zien we ook nog steeds overdag temperaturen boven nul. Maar in de nachten kan het dan af en toe licht gaan vriezen weer. En dat betekent ook dat met neerslagkansen de kans op gladheid vrij groot is. Wat daarna gaat gebeuren, veel onzekerheid. U ziet dat hier ook terug. Wat ook wel een duidelijk beeld is dat het volgende week toch echt wel. Wat wisselvalliger gaat worden. Met een flinke kans op neerslag op alle dagen. Ook die zondag die ziet er vrij nat uit. En ik gaf het al aan: ja, er is kans op sneeuw. En dat zien we ook terug in de sneeuwkansverwachting. Het zijn percentages zo rond de 25-30 procent in de loop van volgende week. Maar het is wel iets om in de gaten te gaan houden. Nog een fijne dag.